Jawel, jawel, jawel. Ik ben hier binnengevallen. We zijn vandaag met z'n allen hier bijeen om gezamenlijk onze stemmen te laten horen aangaande geweld tegen de vrouw op de eerste plaats en in het algemeen tegen geweld in welke vorm dan ook. Ik wil me haasten om ook meteen door te geven dat de bedoeling van deze loop helemaal niet erin zit dat we gevoelens van haat tegen mannen willen aankweken of opwekken. Dat helemaal niet. Integendeel zijn we ook de mening toegedaan dat mannen eveneens kwetsbaar zijn en ook nog hulp behoeven. Wij, de vrouwen van Suriname, willen nu dat er maatregelen getroffen worden. Het zij in de vorm van zwaardere sancties of op sociaal-maatschappelijk gebied in deze specifieke gevallen van geweld. Srana Uma, Nomek Frede de Yubasi. Noso, na Yulibio Lassi. Onderneem de nodige stappen om jezelf te alle tijden in veiligheid te brengen. Sranang Brada. Sumana wa Uma. Wa Uma na Yuma. Na Yusa. Na Yupching. Usafir Bung. If wa Mang. If fo Uma. Noso Upching. Mino Denki. Mek u bondru fu a problema disi kan kebano. Laten we onze zonen leren dat ze gevoelens hebben, gevoelens mogen hebben en gevoelens moeten hebben. Dat ze mogen huilen en moeten huilen. Dat ze mogen praten en moeten praten als er iets is. Maar ook dat geen enkele vrouw hun eigendom is. Maar dat ook het weggaan van een vrouw niet het einde van hun leven is. En daarmee ook niet het einde van die andere vrouw haar leven. Laten we onze dochters gaan leren dat ze waarde hebben. Dat ze geen man nodig hebben om meer van betekenis te zijn. Maar dat ze hun eigen waarde hebben. Als het niet goed gaat met Begunu, zeg die kinderen, die dochters niet om te blijven. Maar ondersteun ze. Luister naar ze wanneer ze bij u als moeder komen klagen. Want zij alleen weten wat ze voelen. Laten we ze beschermen. Als buurvrouw. Als tante. Als nicht. Als zus. Laten we extra opletten wat er om ons heen gebeurt. Wie weet kunnen we voorkomen dat er weer een Mona Lisa Maynard is. Ten ik nu me informeer, meer ongeveer voor Ayari die zien ongeveer 7 vrouw zijn door relatie in relatie problemen kon last leven. En dit is nog kan zo door. Dus uno kan liep den umas ma uan tak na wa umas ma probleem. Na u alamala probleem. Asan dis na wang national sani. Unom shinek asan dis ne epsanami. Ya? Tak afara. Ade leja na ibakadoro. Want tide na dape tamara na ja. Mannen moeten vrouwen niet meer zien als beesten. Ja? Een vrouw is niet jouw eigendom. Een vrouw heeft ook de familie. Je moet nooit in je hoofd hebben dat jij de enige bent die van zo'n vrouw houdt. Haar familie houdt ook van haar. Haar kinderen ook. Ze hebben haar ook nodig. Dus die egoïsme gaan we even aan de kant moeten laten. Je moet zitten nadenken dat wat jij gaat doen, ook de kinderen gaat raken, de toekomst van mij gaat raken. Dus sowieso, je schaadt het imago van een man. Op den duur gaat het lijken alsof elke man gewoon geen gevoel heeft. Wij mannen hebben ook gevoel. Er zijn nog steeds mannen die weten hoe het hoort. Dus deze scène is niet gericht aan alle mannen. Het is gericht aan de mannen die niet weten hoe het hoort.
mannen die denken dat dat de oplossing is. De afro tak awangwe, brada, aan de U-eigendom, make a go. If you suku pina pina look if I want tang, e tang, if I no one go, if I asan negwaka, make afro go, want trust my desa abe fan o du bal for you. Nanga you, sondro you afro kalibi kolo koko doro ko onete. Dat bedoel ik. Ik zeg weer, stop geweld tegen... Vrouwen! Stop geweld tegen... Vrouwen! Lobby betre moro trobi. One more time! Lobby betre moro trobi. Ik zeg maar deze! Lobby betre moro trobi. Alsjeblieft, en de boodschap was duidelijk.